De laatste maanden hebben we vooral gewerkt aan onze nieuwe single ja. en daar is ook de videoclip dan uh, nu net van klaar. En uh, we zijn een beetje eigenlijk het uh, nieuwe uh, festivalseizoen aan het voorbereiden, de Tour 2016, die noemt Rocket. We gaan op tour met een nieuwe gitarist. Ja. Ik had, uh, eigenlijk als je met een groep begint, dan is het eigenlijk, je begint met één plaat en dat was Play the Song in 1996. Dat is een super grote hit geworden, niet in België. Dan daarna de opvolger was Lift You Up. En je gaat eigenlijk zo'n beetje verder. Eigenlijk en ja, je, je weet nooit niet waar het, gaat, waar het schip gaat stranden. Eigenlijk. Ik ben dan tien jaar naar Ibiza vertrokken en in 2009 terug begonnen met toe Fabiola. En dat was zo'n beetje zo van: het was op de I Love the 90s-party in Hasselt. En dat was zo'n succes. En dat was heel leuk om er terug mee te starten en ik had nooit niet gedacht dat we eigenlijk terug zo gingen scoren, like met Gisèphe To Piano, natuurlijk ook een beetje te danken aan Loredana, dat is de featuring. En de, de tutu. En de tutu. <laughs> dus eigenlijk, um, ja, we hadden het niet verwacht eigenlijk dat we zo gingen terugslaan. En het is dus wel leuk, want we combineren eigenlijk in de shows eigenlijk de 90 songs, ja. de grote hits, met de, de nieuwe, nieuwe songs. songs. Ja. Het was eigenlijk een beetje vreemd, ik kreeg een aanvraag voor een DJ-set in Namibië. Ik heb het twee keer moeten lezen, Namibië, <laughs> want dat ligt eigenlijk bij Zuid-Afrika, dat is bijna 11 uur vliegen. En ik zeg ja, als, uh, we waren toen net aan onze demo eigenlijk aan het werken, van onze ja. nieuwe single, ja. uh, Me and You, die was er nog niet klaar eigenlijk. En ik zeg ja, als we dan toch in zo'n mooi decor, want we leven dan een week op safari, blijven, is het misschien een idee om onze ik nieuwe videoclip uh, te draaien. Ja. En terwijl we eigenlijk een camera gaan huren of, of aan de cameraman gaan vragen. En ik zei, is het geen idee om dat gewoon heel spontaan met de iPhone te filmen? Dat is eigenlijk toch ook uh, iPhone 6 dan ja. natuurlijk. Dus toch een heel goede kwaliteit is. En dat hebben we dan geprobeerd. Ja. En je uh, moet gewoon... een vaste hand hebben eigenlijk ook om, om te filmen. Je hebt dat wel, allez, heeft dat heel goed gedaan. Dus. Ik weet niet hoe ik, denk je ik dat... Zou het niet... ik, zou... ik heb eigenlijk geen vaste hand. Maar... <laughs> ik zou het zelf niet kunnen. Ik bedoel ook weten ja, hoe dat je moet filmen, van, van welke richting en, en wat... Allee, ik wel het voordeel wat je hebt is dat je natuurlijk fantastische decors hebt. Ja, um, de belichting. De, de belichting. Al, uh, maar dat was wel heel, heel speciaal. Je kan enkels morgens tussen 8 en 10 en s'avonds tussen 6 en 8 ja. was de belichting zo mooi en ja. niet te hard. Ja. Dat je eigenlijk wel heel mooi kon filmen en uh, ja, je moet geen lampen bijplaatsen of niks. Nee. En dan hadden we natuurlijk een beetje een idee uitgewerkt. We wouden een sensuele Loredana laten zien. <laughs> dat is het een beetje geworden. Het is heel plezant geweest. Ook. Het was ook niet zo. Eh, we voelden ons wel op ons gemak, zo, gewoon met ons tweeën. Ja, normaal als op een video setting, ja, daar zijn veel extra mensen bij, ja. belichting, uh, ja. dan is het altijd zo'n beetje, uh, beetje stressy. En nu hebben we het heel relaxed met ons twee kunnen doen. Ja. En je voelt dat wel aan de clip terug. De, muziek, de muziekindustrie is, is natuurlijk helemaal veranderd. Ja. Vroeger had je cd's en platenwinkels en, ja. en nu is het zo heel vergankelijk. Zo, daar komt een plaat en die komt heel ja. snel, die gaat via, via internet ja, komt ja, die maar voorbij. Je kan niet linken met een gezicht, vroeger wel. Vroeger was het ja. meestal zo, een groep of, of een, een band, de zanger, zangeres. Maar nu is er zo'n dj bijvoorbeeld. En, maar ik weet dan bijvoorbeeld. Hij kent ze dan wel omdat hij dan in de dj-wereld zit. Maar bij mij is het dan wat moeilijker om, om, om te weten van oké, okay, wie zingt dat nu? Of, of Men gaat vroeger ook meer de videochannels, channels, zoals MTV, ja, TMF, uh, TMF Jim. Ja. Uh, en die zijn allemaal verdwenen, eigenlijk een beetje. En, uh, ja. Ja. Maar toch blijven we videoclips maken. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, ja, het is dus nu dat we, de jeugd kijkt vooral naar YouTube en, uh, en ja. die, al die kanalen natuurlijk. Ja. De imitatie van mij en Tegen de Sterren op vind ik eigenlijk wel, uh, wel grappig. eigenlijk. Want Guga Baoul dacht dat ik eigenlijk een beetje boos was, dat ik, uh... maar dat is totaal niet. Maar ik vind eigenlijk mijn imitatie van mijn buurman, Reggie, vind ik eigenlijk nog veel beter. Ja, ja. Maar veel mensen denken dus effectief dat we naast elkaar wonen. Hè. Het is iets verder. Hè? Iets verder. <laughs> maar ik zit soms wel in zijn jacuzzi. Okay. In zijn bubbelbad. Oh, nee. Maar dat weet hij zelf niet. Als hij niet thuis is, dan spring ik daar wel eens in. De toekomst voor ons uh, is een heel leuk uh, tour in 2016. Ja. Een hele leuke tour die we gaan ja. doen. En we staan met uh, op het podium. We bestaan 20 jaar. Ja. Dus er komt een album aan in, in het najaar. Uh, we gaan uh, veel optreden, ook weer terug in het buitenland. We gaan naar Spanje toe. We gaan naar Les Deux Alpes in Frankrijk. Ja. Uh, we gaan veel in België spelen. Ja. En we hopen met onze nieuwe single ja. en videoclip een grote scoren.